Ik ben Milene, ik ben 26 jaar en ik werk op de dierenambulance van Louter Bloemen. Ik werk daar nu 2 jaar, waarvan 1,5 jaar bij Louter Bloemen zelf. Wij verlenen 24/7 hulp aan dieren in nood. Het kunnen zwerfdieren zijn, kunnen aangereden dieren zijn. Kunnen ook worden gebeld door bijvoorbeeld de politie, de brandweer. En wij komen dan ter plaatse en wij verlenen eerste hulp als dat nodig is. En dan brengen we dieren bij de desbetreffende opvang. We hebben sinds kort ook een taxifunctie. Daarbij brengen we mensen met een huisdier bijvoorbeeld naar de dierenarts. Of bijvoorbeeld naar de trimsterrol of naar het pension. En dan kunnen ze voor een redelijke prijs kunnen ze gebruik maken van die taxi. Ik hou heel veel van dieren en ik hou heel veel van mensen. En ik denk dat je die twee wel nodig hebt om dit werk te kunnen doen. Je werkt niet alleen met dieren, maar ook met mensen. En sommige mensen zijn heel emotioneel en daar moet je ook mee om kunnen gaan. We leren eigenlijk iedere dag nog wat bij, iedere dienst die we draaien. Elke situatie is anders, elk dier is anders. We komen ook natuurlijk bij de opvangen. En ook daar leren we iedere keer iets nieuws over het dier wat we brengen. We hebben ook regelmatig cursussen en opleidingen. En ook daar leren we heel erg veel van.